Ja, mijn naam is Bas Polle, een van de GE-chirurgen. En u zit hier omdat er een tumor gevonden is in uw dikke darm. Dat wist u al. De maag- en levenarts heeft dat met een camera vastgesteld. Daar hebben we een hapje van afgenomen. En dat hapje laat zien dat het gaat om dikke darmkanker. In dit ziekenhuis doen we de operatie eigenlijk altijd met kleine sneetjes. Dan doen we ofwel met de operatie robot, ofwel met een gewone kijkoperatie. En in principe hebben we een hele korte doorlooptijd, omdat we als specialiteit ook als ziekenhuis darmkanker hebben. En daarmee zorgen we ook voor hele korte wachttijden. Het kan zijn dat ik u opereer, maar het kan ook heel goed zijn dat er door een van mijn twee collega's wordt geopereerd. Frans van Workum en Fatih Polat zijn mijn directe collega's. Ja, dan wil ik eigenlijk even tekenen hoe dat er ongeveer uitziet. Teken ik uw buik en de benen en de armen en het hoofd. Het rondje, dat is hier de navel. Wat we dan doen is dat we een aantal kleine sneetjes maken, waarbij wij de robot die sneetjes met z'n vieren mooi op één rij moeten zetten. Plus een klein hulpsneetje, die is nodig om bijvoorbeeld naald en draad aan te geven door de assisterende. Dit zijn de vier poorten van de robot en al die sneetjes zijn om en nabij de 8 mm tot een centimeter. Dus allemaal hele kleine sneetjes. Nou, daarmee doen we de hele operatie aan de binnenkant. Maar vervolgens moet die darm natuurlijk ook nog ergens naar buiten gehaald worden. En wat we dan doen is dat we aan het einde van de operatie dit sneetje ietsje groter maken, waar de darm door naar buiten toe wordt gehaald. En vervolgens hechten we dit weer allemaal dicht met oplosbare hechtingen. Wat we proberen is dat we patiënten al direct na de operatie het infuus afkoppelen. Dat we slangetjes, zoals een plaskatheter die we tijdens de operatie gebruiken, dat we die al direct verwijderen. Om alles zo snel mogelijk weer op een natuurlijke manier te laten gebeuren. Dus dat betekent dat u ook al op de uitslaapkamer, dat u nog maar net wakker bent, dat we mensen al vragen om rechtop te komen zitten en de benen buiten boord te bungelen. We hebben aangetoond de afgelopen jaren dat hoe sneller je gaat eten, hoe sneller je gaat bewegen, dat we dan minder complicaties zien. Nou, dat is natuurlijk in het ideale geval. Natuurlijk kunnen er ook bij zo'n operatie complicaties optreden. Soms is het bijvoorbeeld zo dat tijdens de operatie er bijvoorbeeld heel veel verklevingen in de buik zitten. Nou, dan kan het zo zijn dat het niet lukt om met die kleine sneetjes te opereren, maar dat we een ouderwetse grote snee moeten zetten. En daardoor zal het uiteindelijk herstel langer duren. En om dus iedereen heel goed in de gaten te houden, noteren we eigenlijk elke stap in het ziekenhuis die u zet. En dat houden we allemaal keurig netjes in uw dossier bij, zodat we ook kunnen zien hoe het herstel vlot. Wat we hebben ontwikkeld in het ziekenhuis is een speciale app. En die wordt ook wel de CBZ Thuis na darmkankeroperatie genoemd. U vult elke dag thuis een aantal vragen in. U krijgt van ons ook een speciaal metertje mee. Hè, een zuurstofmeter. En die meet ook uw hartslag. En dan vult u de waardes in op uw telefoon. Dat zien wij in het dossier. En stel dat er iets een alarm afgeeft. Dan kan het zijn dat voordat u daadwerkelijk ziek wordt, dat we u bellen om te vragen: kom even naar het ziekenhuis, neem voor de zekerheid wat bloed af, om uit te sluiten dat er niet iets aan de hand is. Hoe eerder mensen naar huis gaan, blijkt in de praktijk hoe beter en sneller je herstelt en hoe minder complicaties optreden. En deze app is eigenlijk voor bedoeld om die mensen die het heel spannend vinden om al zo snel naar huis toe te gaan, om die toch een soort stok achter de deur te geven van nou, het wordt niet helemaal losgelaten, maar we kunnen gewoon op afstand kunnen we meekijken. In principe zie ik u 2 weken na de operatie weer. Als het herstel allemaal goed gegaan is, dan krijgt u een controleafspraak bij ons na die 2 weken. En wat we dan doen is dat we het onderzoek, het weefselonderzoek met u bespreken. Als die lymfeklieren allemaal schoon zijn, dan komt u in een follow-up programma. Dat betekent dat we op gezette tijden bloedonderzoek doen. Dat we een keer een scan nog een keer maken van de lever en de borstholte. En dat we na een jaar ongeveer na de operatie een keer een nieuwe coloscopie doen om de darm van binnen nog een keertje te bekijken. Is het zo dat er in die lymfeklieren wel tumorcellen worden aangetroffen, dan spreken we over lymfeklierenuitzaaiingen. Dan zal ik u verwijzen naar de medisch oncoloog. Dat is de dokter die over chemotherapie gaat. Die zal dan met u praten over eventuele chemotherapie. Dus ook dat onderzoek is heel erg belangrijk en dat zullen we dan over 2 weken met elkaar bespreken.